Breda nu. Je weet het meteen. Ruim 240 kadetten ontvingen vrijdag 23 september in Breda hun officiersdiploma. De kersverse officieren van Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee ronden hiermee hun opleiding aan de Nederlandse Defensieacademie af. Een bijzonder moment waarbij ook lokale burgemeester van Breda, Alfred Arbouw, aanwezig is. De diploma-uitreiking, ook wel de Bullenparade genoemd, werd gehouden op de parade van het kasteel van Breda. Na de diploma-uitreiking volgt de traditionele pettenmoment, waarbij de kadetten hun pet in de lucht gooien om te vieren dat ze hun diploma hebben ontvangen. Dames en heren, van harte welkom op de Bullenparade op het kasteel van Breda. De thuisbasis van de Koninklijke Militaire Academie en ook van de staf van de Nederlandse Defensieacademie. Een bijzonder woord van welkom aan de lokale burgemeester van Breda, de heer Arbouw. Voor u een weerzien met deze Bullenparade. U stond hier zelf ook in 1983 als jong artillerieofficier. Beste geslaagden, veel succes en krijgsmansgeluk bij jullie loopbaan binnen de krijgsmacht. Jullie zijn er klaar voor. Van de Koninklijke Landmacht, bij het Wapen der Infanterie, tweede luitenant Jelies. Van de Koninklijke Landmacht, bij het Wapen der Infanterie, Vaandrig Kroes. Van de Koninklijke Landmacht, dienstpak van de logistiek, Korps Militaire Administratie, tweede luitenant Struik. Breda nu. Je weet het meteen.